Een vuilniswagen was dinsdagmiddag bezig met een ophaalronde op bedrijventerrein Westkanaaldijk in Nijmegen toen er opeens rook uit de lading kwam. De bestuurder aarzelde niet en dumpte die lading midden op de Lagelandse weg. Een deel van de vuilnisberg stond in brand. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur ook snel blussen. De bestuurder van de vuilniswagen verklaarde dat hij 2 knallen had gehoord vlak voor of tijdens het dumpen van het afval. Waardoor het vuilnis vlam vatte is niet bekend. Gezien de zomerse temperaturen is broeien een mogelijke oorzaak. De Lagelandse weg is afgesloten totdat de berg is opgeruimd.